Nou, het ziet er naar uit dat ik weer een nieuwe avontuur ga beleven. Dapper Docio. Sapper Docio, ik heb het maar goed getroffen met zo'n buurvrouw. Heb ik wat van je aan, vieze gluren? Of zou je liever hebben dat ik helemaal niets aan had? Nee, buur. Dat zou maar een gek gezicht zijn. Nou, dan kom me liever even helpen mijn was op te hangen, stouterik. Oké, buur. Ik kom eraan. Zo. Jij houdt van gluren, hè, mannetje? Gluur jij dan eens eventjes in de wasmachine? Om te kijken of mijn sokje er nog in ligt. Huf, maak u zich geen zorgen. Puurneus, vindt mijn sokje wel weer terug. Ik zie hier helemaal niets. Goed uit je dop bekijken, Purno. Mijn sokje moet daar ergens liggen. Misschien ligt hij wel helemaal achterin. Mijn neus. Laat me eruit! Oh, helpie. Wat heb ik nou weer gedaan? Sapper Docio. Waar is die buurt nou gebleven? Zo, ik begrijp er niets van. Wat een raar landschap. Dit is niet buurt, het keukentje. Hoi. Hallo. Huh? Wat heb jij een mooi paars pakje aan, zeg. Huh? Waarom ruikt het hier zo vies naar chloor en bleekmiddel? Weet je dat dan niet? Je bent hier natuurlijk in... Oh, gaan! Hé, waar ga je nou naartoe? Wat is hier nou weer de bedoeling van? Hé, wie ben jij nou? Je bent zeker nieuw hier. Je mag er best wezen. Stuk. Kijk, Levi. Een nieuweling in Wasland. Wasland? Was dat nou weer? Weet je dat dan niet? In dit land komt alles op karakter wasgoed terecht. Precies. Vroeger zat ik aan de welgevormde benen van een mooie meid. Maar sinds ik ben zoek geraakt, is het misgegaan. Daarom zijn we ook wasgoed, schat. Het was goed, snap je? Het was goed, nu niet meer. Leuk geintje, zeg! Hey. Geen geintjes hier, maat. Begrepen? Maat, je bent zeker in het verkeerde maatbakje terechtgekomen. Psst, pas op, dit is de hoofdcommissaris.
hoofdcommissaris. Dan is hij zeker in de hoofdwas kwijtgeraakt. Knijpers, grijpen die oproerkraaier. Breng naar Sunil Baba. Sunil Baba, 40 graden zeker, hè? Hey, laat me los, joh. Het was maar een grappie. Eigen schuld. Sunil Baba beledigen. We hadden hem nog zo gewaarschuwd. Oh, daar zou je de loodgieter hebben. Ik ben zo blij dat u er bent. Doe mij eerst maar een bakje koffie, mevrouw. Reinheid, waskracht, poedersop. Discipelen van de witte waskracht. Laat ons verbleken bij het gloren van de bezoedelde dageraad. Wat brengen jullie me naartoe, jongen? En wie is een Sinebaba dan wel? Wacht u voor het kwaad. Het kwaad in de kleuren. Wat? Een paarse duivel? Wat is dat? Hoe durft u met uw paarsliederlijkheid deze tempel der reinheid, dit heiligdom van hygiëne te verstoren? Ik ben toevallig Purno de Purno. En je bent zelf lelijk, oranje jurk. Hè? Hè? Zei jij nou jerk? Hoorde ik dat goed, hè? Hè? Jurkie plurk, jurkie de plurkie, de kurkie de smurkie. Lasterlijke taal! Knijpers, sluit hem op! Knijpers, 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 knijpers. Ik kan dat paas niet velen. Paas vloekt met oranje. En ik kan vloeken niet velen. Natrium hypochloriet. Vanmiddag nog zetten we deze heilige schennet in het bleekmiddel. Nou is dat gelopen! Sapredosio, mooie boel, zomaar opgesloten door een stelletje kale knijpers! Eens kijken wat die oranje soepjurk aan het uitspoken is! Sapredosio! Volgens mij is dit geen frisse was. Het kwaad bezoedelt uw zielen, het kwaad beduimelt uw weefsel, het kwaad is hier aanwezig. Deze middag zal het paarse kwaad verbleken in mijn aanwezigheid. Sapperdosio, het paarse kwaad, zou die bonte was mij daar soms mee bedoelen? Als die dan werkelijk zo'n hekel aan paars heeft, dan kan ik me beter zo snel mogelijk mijn pak uittrekken. Hey, paas Purno pakkie, als jij geen bleedgezer wil worden, moet je even de bos sleutels zoeken van de celdeur en mij eruit laten. Vooruit, kom op met die bos. We gaan over tot het hoogtepunt van vandaag. De voltrekking van het ritueel. Knijpers, breng dat paarse offer. In het bleekmiddel met dat ventje. Nee, sukkel. Ik zei toch een bos sleutels? Geen bos bloemen? Een aanslag op de zuiverheid. Knijpers. In actie! Knijpers, 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 knijpers. Ja, perfect! Maak open die deur! Snel! Porno grijpers, porno grijpers, porno grijpers. Zachte knijpers, porno grijpers, oh het was... Een wonder! Grijp, jongen, als die deur nou maar niet op slot is.
Sappere doosio. Hé? Flappere flydia. Gelukkig heb ik een cursus schoonspringen gevolgd, schriftelijk. Nou hebben we je te pakken. Meneer de loodgieter, neemt u me niet kwalijk. Maar u heeft nogal 35 koppen koffie op en ik weet niet waar u het allemaal laat. Het maakt me ook helemaal niet uit. Maar zou u die wasmachine nou eindelijk eens kunnen nakijken? Oh, maar dan moet u ook maar niet van die lekkere koffie zetten. Mevrouw de Buf. Maar ik lust ook thee, hoor. Ja, baas Euvel, heb eens. Knijpers, knijp hem tot wasgoed. Sappere doosio. Als hier iemand is die hem gaat knijpen, dan ben ik het wel. Pinnen zijn toevallig een uitstervende diersoort. Rol ik je. Jihai, een dubbele flikplak en hij die plei, die slappe die hou. Zo, het is gefixt, mevrouwtje de Buf. Super simpel, toch? Wat knap. Ja, ziet u, ik ben niet zo technisch. Wat dom van me, hè? Sorry, hoor. Nou ja, ik kan ook weer niet van die lekkere koffie zetten, hè? Tappen de doosje. Knap gedaan, hoor. Bedankt. Je ruikt weer lekker schoon en fris, Purno. Zo. Huh? Sappere doosje. Over een uurtje ben je wel droog. En dan zal buurvrouw jou eens lekker verwennen. Ik geloof dat ik droom. Eerst werd ik achterna gezeten door allemaal van die enge wasknijpers. En nu hang ik ineens weer boven een druk kruispunt bij buurvrouw aan de lijn. Malle Purno, ik zei toch dat ik je ging verwennen? Wat ben je toch ongeduldig? Maar. Volgens mij heb jij best wel zin in een lekkere, hete kop chocolademelk. Lekker buur, chocolademelk, laat jij!